Zo, ik ben samen met Gerrit op pad. En we hebben 3 uur in de auto gezeten en we zijn op een mooi plekje uitgekomen. We zitten ergens midden in Duitsland, bij Koblenz. En dan zal ik jullie ongeveer even laten zien waar we zitten. Eerst even Gerrit laten zien. Gerrit, zeg eens hallo tegen iedereen. Hey, hallo iedereen. Hey. Nou, hier zijn we dan. En dan zal ik jullie laten zien waar wij zijn gekomen en wat voor waanzinnig uitzicht we hier hebben. Dit is hem. Een heel mooi stukje kasteel. Nou, dan gaan we even kijken hoe we daar het mooie de foto van kunnen maken. Ik zie beneden in het dal, daar stroomt ook nog een riviertje. We gaan even kijken waar we uit kunnen komen. Het is lekker rustig, het zonnetje schijnt erop. Als de zon dadelijk ondergaat, dan moet het nog mooier worden. Het stikt hier wel van de muggen. Maar ik zie hier beneden een mooi stukje. Maar daar zitten we wel gelijk heel laag. Dus we gaan even kijken wat het gaat worden. Ja, we dalen nu af. We hebben ongeveer een dalingspercentage van 30%. Het loopt aardig stel naar beneden hier. Maar het is leuk. Het is, is goed voor de kuiten dit. Haal ze maar zakken. En om een beetje aan te geven hoe het loopt hier zo. Het loopt aardig stel naar beneden. Ja, het is misschien op de video bijna niet te zien. Maar het loopt aardig stel hier naar beneden. En dan deze kant bekijkt, dan zie je wel een aardige diepte erin. Nou, komt Gerrit nog een keer in beeld. Ja, je moet er wat over hebben voor de foto. Ja, wij willen een mooie plek hebben. En ik denk dat ik zelf ook wel wat zie, wat wel heel erg interessant is. Nou, de poort is dicht, zo te zien. Even kijken waar we onze shots kunnen maken. We willen natuurlijk ook wel een beetje de kleuren in de lucht meepakken. De zon gaat aan die kant onder. Even kijken waar we het beste uitkomen. Ja. Daarboven kunnen we zitten, daarboven. Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou kunnen. Dan moeten we hier dadelijk een trappetje naar beneden pakken. Ja. Dus we gaan even hier kijken wat hier uitkomt. Ja, nou, je ziet dus achterbij de zon flink ondergaan. Dus even voor de kijkers. Daar gaat hij de zon mee. Steeltje. En dit pad zoals het naar het kasteeltje loopt is ook onwijs gaaf om mee te nemen. Want je hebt heel veel mooie texturen hier op het... Zullen we hier even één shot nemen? Op het pad. Die in ieder geval. Dus als je hier gaat staan, heb je geen last van je eigen schaduw. Heb je wel heel mooi dat pad en het kasteeltje. Dus nou, we gaan eens kijken wat we ervan kunnen maken. Oké, we hebben een plek gevonden. Een van de vele. We gaan zo meteen nog even naar beneden. Gaan we hier langs een trappetje naar beneden. Gaan we vanaf de andere kant maken. Zometeen komt de kleur in de lucht. In deze stand heb ik een lage opstelling gekozen. En ik sta ongeveer op gelijke hoogte nu dus met mijn camera. En dan zie je dus dat het kasteel mooi boven de horizon uitkomt. En je krijgt een hele mooie dieptewerking van het pad naar het kasteel toe. Nou, wat zijn mijn settings in dit geval? Ik begin op een 160ste van een seconde. Ik maak 5 brackets. En ik sta op F8, ISO 100. En ik heb de timer aangezet. Dus ik hoef nu alleen maar op het knopje te drukken. En na 2 seconden gaat hij alle opnames maken. En dan zien we hier de opnames terug. Een beetje zichtbaar is. Nou, dan zie je de lens zichtbaar. Maar dat is het te dichtbij.